Ja, vrienden, dankjewel voor al jullie reacties. Want ja, daar had ik om gevraagd, hè. Over die corona, over het hele corona gedoe. Ja, ik vroeg aan jullie, ja, wat vinden jullie er allemaal van? Nou ja, honderden reacties hebben jullie gestuurd. En ja, ik ben daar zo blij mee, ja. En ook een beetje trots op, want het zijn allemaal zulke goed doordachte en onderbouwde reacties. En het zijn serieus en niemand gaat tekeer. En iedereen ja, heeft toch ook empathie voor de ander, er is respect. En ja, dat maakt mij dan weer blij, want dat betekent dat er toch heel veel toekomst is voor Nederland. En ja, we zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. In het coronaschuitje. En dat is natuurlijk, en dat schrijven sommigen van jullie ook, stond vervelend. Ja, en anderen zeggen van, ja, luister, wij hebben helemaal geen tweedeling. Nee, want die zeggen van, luister Harry, ja jongens, ik ben een beetje verkouden, dat horen jullie. Maar goed, ik heb me laten testen, niks aan de hand hoor, het is gewoon een soort griepje of zo. Er is geen tweedeling. Want ze zeggen, ja, dat wordt allemaal een beetje in stand gehouden door de media en door de politici. En eigenlijk, mensen die ik ken, schrijven ze, daar is het helemaal niet. We hebben gewoon dialoog en we zijn het dan op sommige punten niet helemaal met elkaar eens. En we snappen ook van elkaar hoe moeilijk het allemaal is. En we laten elkaar in elkaars waarde. Daar gaat het dan om. Nou ja, dat wordt er dan geschreven. En wat me ook is opgevallen, op een enkeling na, de meesten nemen wel de derde prik. Ja, die zeggen toch van, ja, ik ga dat toch doen. Want je weet het maar nooit en ik neem het toch. Dat is dan de club gevaccineerden. En die is maar een enkeling die zegt, ja, we zitten nu in die vervelende situatie door die ongevaccineerden. Maar ze begrijpen op sommige punten de ongevaccineerden ook wel en willen hun gewoon die vrijheid laten. Ja, want die ongevaccineerden, ja, die zeggen gewoon van, ja, maar luister, het is mij niet helemaal duidelijk wat dat vaccin doet. Dus ik heb daar een beetje twijfel bij. En dan komt het allergrootste punt, maar dat is eigenlijk, geldt dat voor jullie allemaal, het wantrouwen tegen de politiek. Ja, dat steekt gewoon er bovenuit. Boven al die reacties, ja. Dat steekt er gewoon bovenuit. Boven al die reacties uit. Het wantrouwen van Rutte. Het wantrouwen van de jongen. Want jullie zeggen, ja, als dat soort prutsers eigenlijk, dat zeggen jullie, mij gaan vertellen dat ik een vaccin moet nemen. Dat vertrouw ik niet. Ik vertrouw die mensen niet. En ik vertrouw niet wat ze zeggen. En daarom doe ik het niet. En ook vanwege al het gedoe rond die maatregelen. Dat komt jullie enorm de keel uit. Daar hebben jullie helemaal de buik van vol. Jullie denken bij jezelf. Gadverdamme, wanneer houdt dit nou eens op? Ja. En dat is een beetje de algehele stemming. En toch, het allerbelangrijkste is eigenlijk dat ik niet het gevoel heb dat er een enorme tweedeling is. Nee, er zijn mensen die echt schreven aan mij, en dat hebben jullie waarschijnlijk zelf ook allemaal gelezen, van ja, nee, we moeten hier samen uitkomen uit dit hele corona gebeuren. Ja, en we moeten gewoon respect houden voor elkaar en positief blijven. Dat was ook een grote boodschap van jullie. Nou ja, en dat maakt mij, dat zei ik in het begin al, dat maakt mij ontzettend blij. Ja, en ik kan niet anders zeggen dan ik jullie heel, heel hartelijk wil bedanken voor al jullie reacties. Ik heb ze allemaal gelezen, echt waar. En ik wil tegen jullie zeggen dat ik er heel erg trots op ben dat jullie mijn volgers zijn.